Goedemorgen traders, dit is de marktanalyse van dinsdag 19 april. Uh, het is nu rond half 12 en uh, we gaan meteen kijken wat, uh, wat de DAX doet. Terugkomend op de vorige analyse van 13 april. Nog even uh, terugkijken wat ik toen zei. We kijken daarvoor even naar de linker grafiek, de dagchaart. We stonden toen op um, um, een, een, een 100, 150 punten voor de weerstand die ik ook in de in chat al eerder heb ingetekend, dat is deze grijze balk zeg maar die boven de highs ligt, waar de markt al meerdere malen zijn uh, hoofd gestoten heeft. En ik gaf toen aan aan de hand van uh, een aantal argumenten, kijk anders nog even de analyse terug van 13 april, dat ik verwacht dat hier een doorbraak zal plaatsvinden, dat we mogelijk tegen die weerstand even kunnen gaan haperen. Maar dat we uiteindelijk een doorbraak kunnen verwachten met als koers tot 10.500. Eventueel daarboven kunnen we zelfs nog hoger. Nou, gaan we nu kijken. Um, Dagchart, nu live: um, 10.380, 200 punten erboven. We zijn dus uitgebroken. We zien inderdaad ook dat um, er inderdaad even een hapering was. We hebben, zagen vrijdag een inside bar. Gisteren gevolgd door een lagere opening. Die lagere opening die zien we um, in de kwartierchart die ik nu even in de rechterchart zet, weer terug. Um, we zien dus hier, ik zal het even markeren, feitelijk die lagere opening. Hier. Um, dus stel dat er handel was geweest, dan had je eigenlijk een één grote rode bar gehad. Um, maar wat deed de markt daarna? <coughs> Hij zette in het eerste kwartier al zijn loon neer, een bullish pinbar, dus een, een klein liggen met een lange staat aan de onderkant, en brak uh, na een uur opwaarts. Nou, die uitbraak die kon voor intraday traders al worden benut om long te gaan, dat heb ik toen ook gedaan. Um, de wat latere vogels die hadden uh, eigenlijk een herkansing, en wel hier, in deze zone, waar de koers namelijk eerst... Boven de MA-zones kwam en hier heel keurig de MA-200-test en ook een hogere cycluspodem op kwartierbasis laat zien. Nou, en de rest is bekend, we staan nu hier. En wie uh, dit verhaal nog niet helemaal geloofde, um, vandaag, ik zet even, houden even die 15-minuten-chart aan. Um, we zien dus dat aan het einde van de dag de koers tegen die uh, weerstandszone en ik zei waar het ging en vanochtend zagen we heel netjes dat dit uitbraakpunt op een pullback na de opening exact werd getest nou, dus daar had je ook in de opening dat wil zeggen kort na de opening een uur daarna <coughs> long kunnen gaan en hoe had je dat kunnen doen als date door de, naar de 5 minuten chart te kijken want die terugval hier dat is deze combinatie van deze twee bars, en die is keurig op de MA-banden, keurig op het, op het uitbraakpunt dat ik hier nogmaals even in kaart breng. Dus hier heb je hebt het uitbraakpunt, keurige pullback met een zogenaamde bull 180, dus een rode bar gevolgd door een overtuigende groene bar. Um, zeg maar de entry rond 10.200, de stop-loss en 20 punten eronder. Nou, en daarna gaat de klok lopen. Dus er waren diverse kansen om lang te gaan. Zowel voor de vroege vogels als voor de laatkomers. En als we nu nog even teruggaan naar de uh, daggrafiek aan de linkerkant. En ik zet hem even aan de weekgrafiek aan de rechterkant. Dan zien we nu ook dat het 50% correctiepunt van deze impuls naar beneden is gebroken. Uh, 65% is 10.500. Vandaar mijn target. Um, en daarboven zou die richting de 10.800, misschien zelfs 10.900 kunnen in eerste instantie. We tellen nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bars. We hebben dus hier rond dit niveau onze Mitsuikelo gehad. Um, we zien nu al dat de voorafgaande correctie van een week of vier in één week eindelijk teniet wordt gedaan. Dus dat is uitermate bullish. En um, we zien dat die uitbraak natuurlijk nu een voortzetting betekent van het bullish sentiment. Dus het zou mij erg verbazen als wij niet nog een paar honderd punten per saldo hoger kunnen. Met andere woorden, het buying, de dip-scenario is intact. En um, op dit moment is het long-only. Wat is het alternatief scenario? Um, ik heb er eigenlijk maar één. Dan kijken we even terug naar de linker grafiek. Stel om wat voor reden ook de koers. Gaat nu heel snel weer onder die weerstand. Dan vervalt het scenario En dan heb je eigenlijk een, wat we noemen een fail breakout. En dat kan inderdaad een behoorlijke consequentie hebben, immers een heleboel partijen hebben naar deze weerstand gekeken. Dat verklaart ook nu waarom wij uiteindelijk zo hard er nu doorheen schieten. Dus elke pullback die er misschien nog komt, die moet in die, deze zone. Wordt opgevangen. Uh, maar stel dat we nu heel snel weer, misschien vandaag of morgen, onder die uh, nieuwe steun komen. Dat zou inderdaad een heel bearish scenario zijn. Maar gezien alles wat ik, wat ik bekijk in de dagchart en ook gezien de situatie in de VS, die ook erg bullish is, lijkt mij dat het, uh, het het nevenscenario, het minder waarschijnlijke scenario. Dus vooralsnog, bij the dips, koersdoelen, koersdoelen. Uh, 10.500 eerste instantie, 10.800 en hoger tweede instantie, in de gaten houden. Of dit inderdaad als steun fungeert, die de doorbroken weerstand, zo niet. Dan moeten we naar het andere scenario, um, maar zoals gezegd op dit moment relatief kleine kans dat dit inderdaad werkelijkheid wordt.